Stranang Fosting Vissa begint morgenavond om 8 uur in Soleil. Met dit feest wil het productiebedrijf Rose Eternal Media eerbetoon brengen aan de Kaseko muziek. Het feest is ook een eerbetoon aan de onbetwiste King of Kaseko, Hugo Ico Uiterlo, ook wel bekend als Lieve Hugo. Deze activiteit was dan ook gepland voor 13 december, de jaardag van Lieve Hugo. Vanwege omstandigheden is het feest verschoven naar morgen 20 december. Indien in leven zou Ico 82 jaar zijn geworden. Rosita Leeflang, directeur van Rose Eternal Media, zegt dat alles in kannen en kruiken is voor het grote feest van morgen. De Srana Fosting Vissa moet er mede voor zorg dragen dat de Kaseko muziek meer gaat leven onder de Surinaamse samenleving. Omdat ik naar mijn voorzichtige conclusie heb gemerkt dat de Kaseko een beetje aan het verdwijnen is. Dat we daar nog weinig van weten en de muzikanten daar soms moeite mee hebben om hem uit te voeren. Dus heb ik als organisatie, maar meer ook als liefhebber voor die echte Kaseko muziek, heb ik dus gekozen om daar weer leven in te brengen. En het verhaal is dus eigenlijk ook al 2 jaar geleden begonnen, toen op de 80ste verjaardag van Lieve Hugo, de King of Kaseko. Toen hebben we zijn 80ste verjaardag gevierd. En het was zo gezellig met zijn muziek. De mensen hebben echt genoten van de live muziek. En toen dacht ik van, weet je wat, vorig jaar is het niet gelukt, maar dit jaar doen we hem opnieuw. Alleen doen we dit jaar meerdere Kaseko artiesten. Dus bijvoorbeeld ook de muziek van Caribbean Combo en Ewald Carolus, die komt voorbij. Maar ook Travassi, die in de jaren 80 op een juist. Dus op die manier willen we proberen om de Kaseko muziek weer bij de mensen te brengen. Volgens Leeflang is iedereen welkom om de Fosting Vissa, maar meer nog moet het nostalgisch gevoel onder de ouderen weer gaan leven. Dat is een van de meest gestelde vragen de afgelopen tijden. Dat is het alleen voor oudere mensen? Nee, het is wel voor de oudere mensen, laten we zeggen 35 plus, maar meer voor het nostalgisch gevoel, de 60-plussers. Maar ook jonge mensen stellen vaak de vraag. En dan zeg ik, kom kijken, kom genieten, kom luisteren, kom ervaren wat vroeger in Suriname gebeurde. Wij gaan proberen natuurlijk om het neer te zetten. Maar kom ook die informatie halen, want we spelen de muziek, maar we geven ook de informatie van de artiesten. Dus het is voor jong en oud. Moet ik betalen om naar die Vissa te komen? Ja. Tantjane zegt, je moet betalen om op dit feestje te komen. Het is een betaald feestje, want je snapt wel de tijd waarin we leven. Ook de productiekosten om dit allemaal in elkaar te draaien. Het is niet een klein beetje, maar we hebben hem toch zo laag mogelijk gehouden, de prijs. Om zoveel mogelijk de mensen de gelegenheid te geven bij het feest te zijn. De toegang kost 100 SRD, omdat de voorverkoopkaarten inmiddels ook uitverkocht zijn. En als de mensen komen, er is ook Fosting Kuku, er is een Fosting Soepoe. Er is een Fosten Dringi. Ico is ook op het feestje. Mm-hmm. Oh ja, ik merkte de mensen zullen het wel gezien hebben op Facebook. Ja. Werd gezocht naar een Ico. Ja. En jullie hebben die gevonden? Ja, we hebben een Ico gevonden. We hebben Ico gekleed. Ico komt in de auto naar het feestje. Dus het wordt een bijzonder feestje. Rosita Leeflang, directeur van het productiebedrijf Rose Eternal Media. We spraken haar naar aanleiding van de Sranang Fosting Vissa die morgenavond in Soleil aan de Anton Drachtenweg wordt gehouden.